Na de explosie op 9 oktober is de kiosk Playstation Bussem Zuid op last van de burgemeester van Goois Meren voor 30 dagen gesloten. Zoiets gebeurt wel vaker, ook in verband met nader onderzoek naar de oorzaak en de daders. Ook al hebben de eigenaren niks met het geweld te maken, ze hebben wel veel schade, waardoor de kiosk sowieso nog niet weer open kan. Er is een doneeractie gestart omdat de verzekering lang niet alle schade dekt.